FC Volendam TV wordt mede mogelijk gemaakt door Podobrace. FC Volendam beleefde afgelopen woensdag een bijzondere moeilijke avond uit bij PSV. Met 7 tegendoelpunten zijn er volgens Brian Plat weinig positieve punten te benoemen. Alleen de goal van Henk. Voor de rest waren er weinig positieve punten natuurlijk. Ja, zeker, mooie aanname. Hij schiet hem daarna geweldig binnen met zijn buitenkantje rechts. De verdediger is weer helemaal terug in de basis. Nou, het gaat goed. Ik voetbal eindelijk weer na een lange blessure. Dus dat is natuurlijk mooi. Plat is op meerdere posities in het veld inzetbaar, maar heeft wel een voorkeur. Rechtsback moet je meer meedoen aanvallend. Dan kom ik iets minder beter tot mijn recht. Centraal kom ik beter tot mijn recht als ik gewoon de spits moet uitschakelen. Zaterdag is Sparta de tegenstander. Een weerzien met een oude bekende. Ja, Mike Eerdhuizen. Nou, dat is natuurlijk leuk, want ik heb 10 jaar met hem team gezeten. Het is leuk dat we nu tegen elkaar moeten. Plat weet wat hij kan verwachten. Sparta is wel een degelijk team. Ze verliezen of net aan of ze winnen net aan. En ze hebben nog wel een paar aardige spelers rondlopen. Dit weekend staat in het teken van de kermis in Volendam. Brian Plat weet wat hem te doen staat. Eerst 3 punten meenemen naar huis. En ik heb gehoord als we winnen dat we maandag vrij zijn. Dus dan gaan we zondag de kermis op. De wedstrijd Sparta FC Volendam is live te volgen op het hoofdkanaal van ESPN. Het Twitter-account @FC Volendam en de story op Instagram. De aftrap in het kasteel is om 8 uur.